Als je de gezondheidssituatie van de bevolking nu vergelijkt met toen het nog oorlog was, dan is het eigenlijk nog precies hetzelfde. Nog steeds een heel hoog, heel veel patiënten met malaria, diarree, longontsteking, tuberculose. En dat is allemaal niets veranderd met het eindigen van de oorlog. Als je ziet waar MSF in Upper Nile hier aan het werk is, dat zijn kleine speldenprikjes in op een enorm grote landkaart. Ja, this mother he walked from far with his daughter. He is not seeing, but she is being carried by the other people, and they brought them to the clinic. From here walking in the rainy season, it is because the whole area was flooded with the water this year, especially this year. So they need some people to carry her from that home from 2 days to the clinic. There's a generation in this country which has been born during war, and the best they know is war. And you can see how they visualize it. If you tell them to draw a picture of something, if they don't draw a cow, they draw a Kalashnikov, a big gun mounted on a car. You know, this is what they need. Ik denk dat toen het nog oorlog was, waren er meer NGO's in dit gebied die gezondheidszorg leverden dan op dit moment. En nu dat er een vredesakkoord is, zie je dat NGO's weggaan. En ik denk dat het een heel dogmatische respons is van ja, de oorlog is over, dus alle noden die met oorlog te maken hebben, die zijn ook over. Maar dat is het niet zo. Humanitaire noden die blijven. En zelfs het geweld blijft. Managing those PHUs, outreach stations, is really a nightmare. We don't supervise them very well because the infrastructure is not there. When it rains, the airstrip in Pattaya is not landable. Okay? If I want to go there, I would spend 3 days walking there, probably 2 days trying to see how to organize things there. Another 3 days come back, and almost 10 days. And achieved only work worth 2 days. It's difficult. If all these other agencies showed up, the need is too much. We need 10 times what we have here in terms of providers, plus the government if they come up. Aan de andere kant zie je dat de nieuwe regering van Zuid-Sudan nog helemaal niets ontwikkeld in de zin van gezondheidszorg, ziekenhuisjes of klinieken. Je ziet zelfs dat het voor ons steeds moeilijker wordt om gezondheidspersoneel te vinden. Omdat die allemaal weggaan naar of die gaan het leger in of de politie in. En waardoor het voor ons ook steeds moeilijker wordt om die gezondheidszorg te blijven bieden.